Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Te gast vandaag is de vastgoedman van 2018, Maarten de Gruyter. Maarten, leuk dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Wat maakt jou anders dan andere vastgoedspelers dusdanig dat je naam omhoog popte toen de vraag op tafel kwam wie de vastgoedman moest worden? Ja, dat zou je eigenlijk moeten vragen aan degene die mij hebben gekozen tot vastgoedman. Het leuke van deze, je hebt in het vastgoed moet ik zeggen, je hebt wel meer lijstjes, maar er is eigenlijk maar één vastgoedman van het jaar. Ja. De vastgoedman van Amsterdam en et cetera. En het leuke is eigenlijk dat deze wordt onder andere, de verkiezing komt tot stand doordat de vijf laatste winnaars samen met de redactie het bepalen. En dan de laatste, de zesde stem is, de zevende stem is, wordt via internet, dus de lezers. Ja. Maar het is natuurlijk met name ook leuk dat die vijf voorgaande winnaars, waaronder bijvoorbeeld Leslie Bamberger van Kronenberg, dat die mij hebben gekozen. Dat is natuurlijk wel, dat is eigenlijk, maakt het wel extra leuk. Maar je hebt natuurlijk gevraagd, waarom ik? Waarom ik? Nou, dat heb ik niet gevraagd, want dat werd gezegd. Nou ja, met name door de projecten die we hebben gedaan. En ook juist in een economisch slechtere tijd durven te investeren. Durven te investeren in Amsterdam, in andere steden. Dus daarmee risico's durven nemen. En ook de manier van zaken doen. En dat vind ik eigenlijk wel een hele belangrijke. Ja, want even voor het beeld. Je bent medenaamgever van projectontwikkelaar Boelens de Gruyter. En jullie hebben eigenlijk specialiteit gemaakt van het transformeren van oude gebouwen en het geven van een nieuwe bestemming daaraan. En dan vat ik het een beetje goed samen, toch? Een beetje. Een beetje. In elk geval, zo zijn jullie begonnen. Een van de eerste projecten volgens mij waar jullie je tanden in zetten was een pand in de Wieboudstraat. Hè? Het oude Paroolgebouw, wat jullie getransformeerd hebben onder andere tot een hotel. En dan begin je in wat in Nederland eigenlijk bekend staat als de lelijkste straat van Nederland. En waarom juist daar? Ja, dat is overigens ook wel leuk, want we hebben er twee grote projecten gedaan in Wieboudstraat uiteindelijk. Ja, Trouw ook, hè? Het Parool Trouwgebouw. En schuin tegenover heb je Jan Bommerhuis. Ja. En waar die grote Albert Heijn onder zat en zit. En daar hebben we een paar maanden geleden opgeleverd, 184 appartementen. Die projecten die spreken extra tot de verbeelding, omdat het in zo'n straat was. Ik heb zelf sinds 94 woonde ik in Amsterdam, gestudeerd. Ja, die Wieboudstraat was gewoon voor mij altijd een soort van, ja, daar had ik zo'n DDR-gevoel bij. Ja. En toen we eigenlijk dat bezig gingen met dat gebouw, dat we wisten dat we dat gebouw konden kopen, dat het te koop kwam. Dat was echt het dieptepunt van de crisis zo'n beetje. Werd verkocht door een woningcorporatie. En in eerste instantie denk je, ja, wat zouden we daarmee moeten? Maar als je er eigenlijk op in gaat zoomen, dan zie je, metro voor de deur. Je bent eigenlijk heel snel in het centrum van Amsterdam. Je bent er heel snel op de ring. Er zitten een aantal mooie buurten eigenlijk vlakbij. Mm. Dus eigenlijk heeft het ook heel veel potentie. En die potentie kunnen zien in een omgeving. En vervolgens in het gebouw. Want tot dan toe had iedereen alleen maar gekeken naar eigenlijk sloop. Ja. Waarbij wij eigenlijk altijd eerst gaan kijken. Want het is het hergebruik van een gebouw is natuurlijk, je voorkomt kapitaalsvernietiging. Het is ook een stuk duurzamer. Dus eigenlijk, en je bent een stuk sneller aan het bouwen. Wat natuurlijk voor ons ook weer heel interessant is. Dus eigenlijk gaan we altijd eerst kijken, heeft het gebouw genoeg potentie om nog een tweede leven te krijgen? En dat had dit gebouw, vonden wij. En de buurt waren we daarvoor eigenlijk al door gepakt. Dat we zeiden, eigenlijk heeft het heel veel potentie. En je zag in die tijd dat de gemeente, de overheid, had heel veel geld gestoken in het openbaar gebied. Ja. Dus er stonden mooie boompjes en de stoep was ineens helemaal anders. En dan zie je dat die samenwerking, niet geplande samenwerking, dus eigenlijk tussen marktpartijen in zo'n straat, die daar gebouwen en locaties gaat oppakken. En een overheid die dat buitengebied doet, dat je dus, ja, dat een omgeving echt maakbaar is. Dat van een hele lelijke omgeving, lelijke straat, een onheimisch gevoel als je daar rondliep, ja, is het ineens een soort van een nieuwe hippe buurt ook geworden. Dat is natuurlijk heel mooi om daar aan bij te dragen. Ja, ja, ja. En als je kijkt naar de hergebruik van oude gebouwen, vaak ex-kantoren. Hè? Ik geloof dat een kleine 16% van de kantoren momenteel in Nederland leeg staat. Hoeveel procent van die leegstaande gebouwen denk je kunnen getransformeerd worden tot iets anders moois? En hoeveel procent kun je beter concluderen dat tegen de vlakte moet worden gegooid? Ja, dat vind ik heel moeilijk om daar. Wat natuurlijk wel zo is, is dat op een gegeven moment ga je natuurlijk,
de opinie slaat dan een beetje door. Dan denk je op een gegeven moment dat alles te hergebruiken is. Nou, er zijn natuurlijk locaties waar je eventueel bijvoorbeeld het gebouw wel kan hergebruiken. Zeggen wel voor toeleent, maar de omgeving niet. He, dus op een verlaten industrieterrein in Meppel. Sorry voor de mensen uit Meppel. Maar... Daar wil je niet wonen. Nee, daar zul je niet studentenwoningen kunnen maken, waarschijnlijk. Nee. En die leegstand in Amsterdam is natuurlijk nagenoeg geen leegstand meer. Dan krijg je zelfs het andere probleem. We hebben zoveel getransformeerd en er is zo weinig kantoren bijgebouwd dat je nu een tekort aan kantoren krijgt. En daar krijg je, mis je natuurlijk echt een stuk visie. Visie vanuit de overheid ook. Die veel te lang, natuurlijk altijd 2-3 jaar achter de cyclus aanloopt. Dus ja, je moet altijd eerst kijken, is een gebouw aan zich natuurlijk, leent het zich voor transformatie en is het voor de omgeving, is de omgeving geschikt voor ja, een nieuwe invulling behalve kantoor. Ja. Kan natuurlijk ook een hotel zijn of een andere vorm van werken. Maar ja, uiteindelijk begint het natuurlijk altijd toch wel met de locatie. Ja, ja, ja. Over de rol van de gemeente komen we zo nog even te spreken. Ik wil eigenlijk nog eventjes terug naar het begin van Boelens de Gruyter. En wat jullie zijn begonnen in 2007. Eigenlijk een jaar voordat de ellende losbarstte. Was dat achteraf gezien nou een gelukkige timing? Zijn jullie daar sterker door geworden of was het toch een beetje... Nou, het zou lekkerder zijn geweest als we nog een paar jaartjes van de hoos hadden meegekregen. Maar aan de andere kant, ja, wij zijn in 2007 begonnen. Toen hebben we één heel goed project, ons eerste project. Dat is toen heel goed gegaan. Dat was een oude kantine van de NDSM-werf. Ja. Die hebben we herontwikkeld. Daar is een groot reclamebureau in gegaan. Dus we hebben nog net dat topje meegemaakt. Daardoor hadden we wat geld verdiend. We hadden wat cash. En toen ging die markt ook heel snel minder. Toen hebben we daardoor hebben we wel goedkoper een aantal posities kunnen innemen. Waar hele goede cashflow uitkwam, die ons ook heeft geholpen in die slechte tijd. Ja. En qua bedrijfsvoering heeft het ons wel geholpen. Want wij hebben natuurlijk veel meer gelet op, echt dubbeltjes omgedraaid, bij wijze van spreken. Een hele flexibele organisatie gebouwd. Zoveel mogelijk dingen inhuren als het gaat om staffuncties. Waardoor we ook heel snel konden terugschakelen. Op het moment dat het cashflowmatig minder ging. We hebben al die jaren zwarte cijfers gedraaid. Alleen we hebben natuurlijk wel een paar keer dat het cashflowmatig wat lastiger werd. Ja. En dan is het natuurlijk heel makkelijk als je natuurlijk heel snel kan downsizen. Ja, en nu zie je natuurlijk dat we weer heel snel kunnen. We hebben veel mensen moeten aannemen de afgelopen paar jaar. Maar die filosofie is altijd gebleven. Dus we denken echt wel 3 keer na voordat we iemand in dienst nemen of kunnen we het niet gewoon outsourcen. Ja. We hebben geen jurist in dienst bijvoorbeeld. Dat doen we altijd. Daardoor kunnen we ook werken met verschillende kantoren. Daardoor kunnen we altijd kijken welke advocaat bijvoorbeeld werkt voor welke zaak het beste. Maar ook de hele boekhouding is allemaal uitbesteden. Dus we proberen zoveel mogelijk uit te besteden. En alle mensen die echt geld moeten verdienen bij ons, dat zijn met name de ontwikkelaren en de acquisiteurs, die zitten uiteraard bij ons binnen het bedrijf. Ja. Nu was onlangs het exact 10 jaar geleden dat Lehman Brothers omviel. Wat natuurlijk het startsein was voor de ellende, zal ik maar even zeggen. Je hoort veel mensen ook in die nabeschouwingen zeggen dat de bel behoorlijk hard is opgeblazen weer. En dat het niet al te lang meer kan duren voordat hij nog een keer barst. Hoe kijk jij er tegenaan? Staan we inderdaad weer aan de vooravond van nog meer ellende? Ik denk van niet. Los van het feit dat het er altijd weer een cyclus is. Hè. Dus ik bedoel, mensen die zeggen, ja, maar het gaat niet minder worden. Dat is natuurlijk niet waar. Maar hoe ziet die eruit? En de vorige crisis was natuurlijk ook voor een heel groot gedeelte een vastgoedcrisis. Ja. In hoeverre een volgende dip of crisis echt een vastgoedcrisis zal zijn, dat weet ik niet. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar woningen, ja, er zijn gewoon nog woningen tekort. De enige vraag is, gaan eindbeleggers dadelijk alleen wel andere rendementen betalen? Bijvoorbeeld doordat de rente omhoog gaat. Dan zeggen, ik wil nog steeds graag die woningen van jou kopen. Dat project wat je aan het bouwen bent, is schitterend. Alleen ik betaal geen 4% rendement meer, maar 5,5%. Mm-hmm. Nou, dat hoeft aan zich geen probleem te zijn. Behalve als ik het natuurlijk dat project heb ingekocht op die 4%. Daar gaan natuurlijk problemen ontstaan bij marktpartijen, bij ontwikkelaren, bij bouwers. Dat is natuurlijk, ja, hebben gerekend op die 4% of misschien zelfs onder de 4% afzet. Ja, en die eindbelegger die zegt van, nou ja, dat is nog steeds een mooi project, maar ja, de rente is omhoog gegaan. Ik betaal er nu nog 5,5% voor. Ja. Ja, en als je project er niet meer uitkomt, dan heb je een probleem. Ja, niemand gaat voor verlies bouwen of ontwikkelen.
Moet goed rekenen. Dus dat is wel een potentieel probleem. Maar ja, er is nog steeds een tekort aan woningen. Dat zal ook niet zomaar opgelost zijn of verdwijnen op het moment dat er een dip aankomt. En die kantorenmarkt is eigenlijk pas het laatste jaar weer aan het aantrekken. Dus ik geloof ook niet dat die nou binnen een hele korte tijd ineens weer zal omdraaien. Alleen, als de rente op een gegeven moment een beetje gaat stijgen, ja, dan zal er wel iets gaan gebeuren. Dat is logisch, want er worden af en toe nu natuurlijk prijzen betaald waarvan ik denk van ja, als je genoegen neemt met zo'n laag rendement en dan gaan nog de kosten vanaf, ja, op een gegeven moment heb je dus nog maar staan voor een rendement van 1%. Ja. Ja, dat begrijp ik niet helemaal hoe dat nog werkt. Maar ja, aan de andere kant, de institutionele beleggers die moeten natuurlijk toch iets doen met hun geld. Want als ze er niks mee doen en blijft de bank staan, dan kost het alleen maar geld. Ja. Dus dat ze toch voor hele lage rendementen aankopen is ook wel weer ergens te begrijpen. Ja. Je bent politiek geëngageerd, hè? Lid van het CDA, heb ik me laten vertellen. Stel nou dat jij een belangrijke politieke positie gaat bekleden en de vraag komt op jouw bureau, wat kunnen we doen om de woningmarkt weer een beetje in beweging te krijgen, de huizen weer betaalbaar te maken voor millennials en zo. Wat zou je dan doen? Ja, als ik het toch altijd een beetje ben ontwikkelen, vind ik het ook voor een heel groot gedeelte een beetje micro aankomen. Wat bedoel ik daarmee is dat ik heel erg afhankelijk ben van lokale politici en lokale ambtenaren. Namelijk, heel simpel gezegd, eigenlijk, je begint dan met bijvoorbeeld een wethouder, een bestuurder. Zit hij er om geen fouten te maken en gewoon die 4 jaar vol te maken? Of wil hij verandering, wil hij iets nalaten? Met natuurlijk ook altijd het risico dat er iets fout kan gaan. Ja. En klinkt een beetje alsof het merendeel tot de eerste categorie behoort. Dat is heel erg afhankelijk. Bijvoorbeeld, op lokaal niveau, dan heb ik het nog niet zozeer over de hele grote steden, zeker niet over Amsterdam, op lokaal niveau zie je bijvoorbeeld ook heel vaak dat het heel erg onafhankelijk is van de kleur van de bestuurder. Maar veel meer is het iemand die iets wil nalaten, iemand die iets wil, die durf heeft, hè? Die wat lef heeft. En dan zie je, wij spreken een VVD-wethouder die als ik maar vasthouden aan die stoel en geen fouten maken. Ja. En een SP-wethouder die misschien veel liberaler of veel makkelijker naar die markt kijkt. Want je moet dat vastgoed en dat die woningbouw, dat is zo'n belangrijke samenwerking tussen overheid en vastgoedpartijen. Ja, en dat zie je natuurlijk in Amsterdam is dat natuurlijk, gaat dat vind ik helemaal scheef. Maar het probleem met Amsterdam is dat de politici ook veel dogmatischer zijn. Het is natuurlijk allemaal zien ze als een springplank naar Den Haag. Ja. Dus je houdt enorm vast aan die partijdogma's. En of het nou goed of slecht is voor die stad. En dat is dus slecht voor die stad. Maar dat is voor die politici veel minder van belang. Maar welk dogma is dan slecht voor de stad? Het dogma, ik bedoel veel meer dus iemand van de SP die zal enorm blijven hameren op, ja, nee, we moeten nog meer sociale woningbouw. Weten dat we al meer dan 50% sociale woningen hebben. De meeste van, we zijn daar koploper wereldwijd mee. Ja. In plaats van nou eens allemaal te gaan kijken van ja, hoe gaan we die mensen die in die sociale woningen zitten, maar die er niet in horen, hoe zo over die doorstroming. Het woord doorstroming is iets wat al 15 jaar top of mind is, maar niemand doet er wat aan. Dat is eigenlijk een bizar fenomeen. Als we het dan hebben over sociaal bewogen, zouden natuurlijk mensen die in een sociale huurwoning zitten en er niet horen te zitten, natuurlijk door moeten stromen. Gewoon met dwang naar uit. Met dwang naar uit, ja, waarom niet? Als jij, bedoel, we weten wat ze verdienen. We weten, bedoel, de instanties weten wat mensen verdienen doordat ze belasting betalen. Ja. Nou ja, en als je er niet meer in hoort, dan moet je er gewoon uit. Ja. Dan moet je natuurlijk wel zorgen dat er weer genoeg woningen zijn waar ze naartoe kunnen. Maar als je daar niet voor zorgt, dus het enige wat we doen is maar aan die onderkant bijplempen van sociale woningen. Ja, maar dat is in Amsterdam geregeld, hè? Dat 30% als je een nieuw project ontwikkelt, moet 30% sociale huurwoning zijn, toch? Ja, 40%. Kijk, ze hebben uiteindelijk gekeken naar wat willen we over zoveel jaar aan sociale woningen hebben. Dus ze kijken ook nog per project, kan dat verschillen. Ja. Maar dat zijn natuurlijk dus als ik het kijk vanuit politiek engagement, vind ik het niet goed voor een stad. He, want op het moment dat je dus zorgt dat die alleen maar aan de onderkant erbij levert, en dan heb je vervolgens een middensegment, en dat is 2 keer modaal. Hou je nog maar een kleine top over die de vrije sector is. Ja. Maar je moet je voorstellen, als je dus twee verdieners, die alle twee jong zijn, maar alle twee een redelijk goede baan. Hij werkt bij Booking en zij begint bij Loyens Louvre of zo. Die kunnen dus geen woning krijgen. Nee. En want die top die stijgt natuurlijk door het dak. En dat soort mensen kunnen dus in Amsterdam geen woning krijgen.
Ja, kan volgens mij niet de bedoeling zijn. Dus veel meer bouwen voor het middensegment. Veel meer bouwen voor het middensegment. En zorgen dat die mensen uit het lagere segment doorstromen. Zodat die sociaal, dat je niet continu sociale woningen hoeft bij te bouwen. Ja. Er zitten natuurlijk een heleboel mensen die er helemaal niet in horen. Maar ja, als jij alleen staan bent en je bent ooit in een sociale woning gekomen. In het centrum van Amsterdam. En daar heb jij genoeg aan, 30 vierkante meter. Nee, je zal wel geen zijn om eruit te gaan. En al verdien je 1,5 ton, dan denk je nog steeds van... Nou ja, ik zit hier midden in de stad. Die buurt om me heen is al helemaal opgeknapt. Ja. Waarom zou ik weggaan? En daar zit geen enkele druk natuurlijk achter. Ja. En dat is een Amsterdams probleem? Of zie je dat buiten Amsterdam ook gebeuren? Dat... Nou ja, het probleem is natuurlijk... Het is altijd een beetje een Nederlands probleem natuurlijk. Je moet altijd kijken, dat is hetzelfde natuurlijk met de belastingdruk. Nederlanders vinden het eigenlijk helemaal niet zo erg om belasting te betalen. Ik ben er nooit op een etentje of een borrel dat nou het topic is van over belasting betalen. Dus blijkbaar vinden we het allemaal niet zo erg. Dat is ook allemaal super geregeld. Maar er is natuurlijk altijd een kantelpunt. Dat er zoveel van je gevraagd wordt. Dat mensen zeggen, ja, maar nu is het al genoeg. Nou, dat is natuurlijk een beetje ook met, als je gaat kijken naar ontwikkelaars en bouwers, is dat natuurlijk. Er is natuurlijk ergens een punt. Die zegt, ja, maar die onrendabele onderkant die ik van jullie moet realiseren, die moet wel ergens gecompenseerd worden. Ja. Nou, en als je het maar blijft pushen. Nou, en het is natuurlijk bizar dat er dus twee grote vastgoedpartijen, de CEO's ervan het afgelopen jaar, beide volgens mij in het Parool groot interview hebben gegeven. En alle twee zeggen van, ja, dit gaat zo niet. En alle twee keren zegt Laurens Ivens gewoon... zegt die, oh nee hoor, we merken er helemaal niks van. Er is nog steeds heel veel interesse in vastgoed in Amsterdam. Wat die man niet begrijpt, is dat vastgoed loopt natuurlijk... Wat hij nu doet, daar gaan we over 3-4 jaar natuurlijk de effecten van zien. En die vastgoedmensen weten dat. Die zeggen, ja, maar als we zo op deze weg doorgaan... Dan gebeurt er niks meer. Of er wordt hele slechte kwaliteit gebouwd. Ja. Om het toch maar rond te kunnen rekenen. Of mensen doen gewoon niks meer. En dat lidmaatschap van CDA, heb je dat ook genomen om toch eens een keer een actieve rol in de politiek te gaan spelen? Dat zou kunnen. Ja, nou, daarvoor heb ik het niet genomen overigens. maar meer omdat ik het altijd wel... Ja, politiek interesseert mij enorm. Ben er altijd wel mee bezig. Alleen, ik heb ook wel gekeken, ja, welke partij past er nou het beste bij mij? Hè? Bij wat je, nou, geen één partij is natuurlijk precies pas bij je. Want ja, zo werkt dat niet. Sommige dingen vind je goed, sommige dingen vind je minder goed. En CDA voel ik mij het meest bij thuis. En daarom ben ik lid geworden. Daarom ga ik wel naar dingen toe. Ik bedoel, ik ben lid van de businessclub van het CDA. Vind ik ook interessant. En of ik nou echt iets politiek zou willen doen... Ja, het is natuurlijk wel een heel erg... je wordt wel enorm afgebrand snel. Ja, 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 dat, ja. Zie je nu ook weer met een aantal... met name VVD, Tweede Kamerleden. Onder andere degene die wat huis had in Amsterdam. Ja, ja, daar kun je wel bij. Van Hagen. Ja, daar kun je wel bij. Dat denk ik wel. Als ik die casus ken ik natuurlijk niet heel goed. Maar je kijkt wat meer naar omdat het en vastgoed is en politiek. Ja, dan denk ik wel, ja, als die man nou... Kijk, als het een slechte bestuurder is, is het een ander verhaal. Of een slechte Tweede Kamerlid, dat weet ik niet. Maar ja, is het terecht dat die zo wordt afgebrand? Hmm. En ja. Dat risico is natuurlijk door de hele... met name ook de hele social media, et cetera. Je wordt natuurlijk wel steeds... je wordt heel snel op dingen gepakt. Ja. Maar daar moet je wel zin in hebben. Is het eigenlijk nog leuk om op feestjes en partijtjes te kunnen vertellen dat je in het vastgoed zit? Want ik had het een beetje het idee dat het toch een besmette sector is geworden. Een beetje à la bankiers, zakkenvullers, graaiers. De publieke opinie was niet altijd even positief, laat ik maar zeggen. Nee. Ja, nou, overigens zal dat ook wel een probleem zijn waarom die politiek altijd een beetje angstvallig rond het vastgoed zit. Ja, het vastgoed heeft zeker ook in het verleden... heeft het toch wel vaak ook aanleiding gegeven voor mensen om daar... het gaat om zulke grote bedragen. En zeker als je daar een rol in kan spelen, een beslissende rol... dan is dat dus blijkbaar heel aanlokkelijk om daar toch iets mee te doen. Ja. Die naam is inderdaad door alle fraudezaken natuurlijk slecht geweest. Ik weet niet of in andere sectoren allemaal heel veel beter is. Dat weet ik niet, hè? Vergelijkbare sectoren. Ik denk dat het ook wel weer de afgelopen 4-5 jaar... ik denk dat het ook wel weer veel beter is geworden. Ik hoor daar minder negatieve dingen over op feestjes of grappen over worden gemaakt. Ja. Ja, ik heb daar me uiteraard nooit voor geschaamd.
De banken hebben er meer moeite mee om het van zich af te schudden, lijkt het. Tot slot, want je hebt een druk programma. Je moet zo de golfbaan op. Hè? Je zit straks in de jury die mag praten over de vastgoedman 2019. Laat vast een voorschotje nemen. Wie moet het worden? Nou, nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee. Er zijn er genoeg. Gelukkig zijn er heel veel nieuwe partijen, heel veel nieuwe mensen in het vastgoed de afgelopen jaren gekomen. Die markt is natuurlijk wel, die branche is wel echt veranderd de afgelopen 5-6 jaar. En ik heb het gezien toen wij begonnen, ik heb het gezien daarvoor heb ik bij andere ontwikkelaars gewerkt. Je ziet daar wel een enorme professionaliteitsslag heeft daar plaatsgevonden. Dus het wordt nog een taaie om daar één naam aan te koppelen. Ik denk het wel, ja. Ja. We gaan het meemaken. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Meer interviews zien, surf dan naar 7ditches.tv.